Van harte welkom bij dit gesprek over het thema Als je wereld wankelt. Wie zijn de sprekers deze middag? Ik stel ze even aan u voor. Daar zit Henk van Bokhoven. Henk heeft ruim 7 jaar gewerkt als evangelist in de havenstad Durres in Albanië. Hij is begin mei dit jaar gerepatrieerd naar Nederland. Fijn dat je wilde komen, Henk. En is het al een beetje gewend in Nederland? Ja, we zijn begin mei aangekomen in Nederland. Het voelde in het begin een beetje als een verlofperiode weer. En nu hebben we wel echt door van, jongens, nee, het is nu definitief dat we het afgesloten hebben. Nog niet in je hoofd, maar je moet die periode af gaan sluiten. Ja. Maar tot nu toe gaat het allemaal goed. Je hebt ook het gezin weer compleet. Dus dat is ook de andere kant. Je laat heel veel achter. En je krijgt er hier ook wel weer heel veel andere dingen voor terug. Ja. Nou, fijn om te horen. Fijn. Dick Korpel zit aan de andere kant aan deze tafel. Ja. Nou, jullie kennen Dick natuurlijk. U kent Dick nog van vanmorgen, van het vertalen. Ja. Je bent sinds 2016 toerusten voor de vierzendingsgemeente in Ecuador, theologisch toerusten. En eerder ben je ook uitgezonden geweest naar Nigeria. Ja. En nu ben je hier lekker met verlof. Klopt. Maar ja, ik moet dan toch even de vraag stellen, Dick. Je zit hier op de zendingsdag een heel actief onderdeel te verzorgen. Heb je wel een beetje een verlofgevoel? Ja, maak je daar geen zorgen over. Nee, we hebben nu ruim 2 maanden verlof. En daar hebben we heel veel mooie dingen kunnen doen. Door corona zijn dingen natuurlijk anders gaan lopen. Maar we hebben heel veel mooie dingen kunnen doen. En deze week was echt een ZGG-week. Oh ja. En vanaf volgende week dan gaan we nog even fietsen. Oh, nou, dat is heel wat anders. Ja. Ja. Fietsen met ZGG, dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt. Als je wereld wankelt, dat was het thema van het gesprek wat wij voeren. Nou, het is natuurlijk logisch dat dat in letterlijke zin een beetje voortkomt uit de aardbeving die jij hebt meegemaakt in Albanië. Maar eigenlijk wil het ook wel iets breder trekken, want het gaat natuurlijk eigenlijk over crisissituaties op de zendingsvelden. En die komen nog wel regelmatig voor, heb ik in de loop van de tijd wel ontdekt. Recent ook politieke spanningen in Ecuador, weet je wel van, en in Guinea. Ernstige verkeersongelukken, infectieziekten, zorgen om familie in Nederland. Het zijn allerlei situaties eigenlijk die die spanning oproepen. Henk, als jij nou terugkijkt op jouw periode in Albanië, kun jij dan een voorbeeld geven van een situatie die voor jou als een crisis voelde? Ja, als je op zo'n periode terug gaat kijken van Albanië, dan zeker ook met dit thema, dat kwam ook naar me toe, die vraag van, joh, wil je daar eens over nadenken? Dan ga je ook denken van, wat waren nou momenten dat je dat, ja, zo'n crisis of moeilijke momenten had? Ja, taal was voor mij bijvoorbeeld ook al zoiets. Ik heb 6 maanden taalstudie gehad toen. En dan ga je vanuit de plaats waar je je taalstudie hebt gehad verhuizen naar de plek waar je dan ook gaat werken. Ja, dan moet je dus aan de slag met je taal. Ja. En ja, daar heb ik echt wel momenten gehad dat je echt wel eens door een diep dal heen ging. Ja. En nou, misschien mag ik daar een voorbeeld van noemen. Ik heb een keer gehad dat je een les voorbereid had met de jongeren. Die had ik altijd vrijdagmiddag met de jongeren. En ja, ik liep daar naartoe en ik zag er zo tegenop. Mm. Ik voelde, ik kan het niet en ik, eigenlijk wil ik het ook niet eens. Ja, weet je wel? Dat je echt in zo'n dal zit van, toen heb ik ook echt gebeden, heren, wilt u vandaag geen jongen sturen? Ja. Zie je er dan zo tegenop in die taal. Ja. Normaal gesproken stonden ze voor de deur en ze stonden er toen niet. Dus naderhand kwamen ze dus binnen. En er stelt 1 jongen een vraag en we zijn erop doorgegaan. En ik heb heel die les die ik voorbereid had, wat voor mij echt er niet in zat, heb ik niet hoeven gebruiken. En we zijn over dat thema zomaar doorgegaan. En dan zie je dat de Heer ook daarin helpt. Nou, dat was een crisis die eigenlijk ook per direct bijna een oplossing vond, zeg maar. Ja. Ja, 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 bijzonder, ja. Dick, hoe is het bij jou? Waar denk jij nou eigenlijk aan bij spanning of crisis, als jij terugkijkt op jouw ervaringen in eerst Nigeria natuurlijk en tot nu toe in Ecuador? Ja, nou, ik vond het een heel mooi voorbeeld wat Henk noemde. Als wij praten over het thema als je wereld wankelt, dan heb je heel snel de neiging om naar echt de grote dingen te kijken die je hebt meegemaakt. We hebben flinke watersnood in Nigeria meegemaakt, was lastig. Natuurlijk politieke spanningen, tot op de dag van vandaag loopt dat door. We hebben COVID gehad in Ecuador, we hebben politieke spanningen gehad. Dus dat zijn de grote zaken die dan de aandacht vragen. Nou, dat is herkenbaar denk ik ook in Nederland, maar op zendingswerk en daar zou ik even op willen focussen. En dat vond ik het voorbeeld van Henk ook zo heel mooi. Op het moment dat je in het buitenland bent, raak je uit je comfortzone. Dingen die altijd helemaal gewoon en gewend zijn voor je, die worden in een keer heel anders. En dan vraag je je af, het gaat hier anders. Maar is dat nou normaal?
moet ik me daar nou maar aanpassen? En je voel je niet lekker meer en je denkt dat mensen je niet eerlijk behandelen. En je gaat heel erg twijfelen. Hè, bijvoorbeeld als ik denk aan een visumaanvraag. Nou, dat was in Nigeria was dat altijd weer een sport. Ja. Omdat we eigenlijk niet wisten wat er nou allemaal gebeurde. Mm-hmm. En je wist, als je nou me heel veel naira gaf, dan ging er van alles nog wat lopen. Maar je wilde niet meedoen aan corruptie. Nee. En dan kan je je soms zo onheemd voelen van wat gebeurt hier nou. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar goed, als ik jou dan zo hoor, dan denk ik van het zijn misschien de kleinere dingen die de crisissen voor jezelf uitmaken. Maar het zijn wel allemaal dingen die je meemaakt omdat je zendingswerker bent en dus ver van huis en haar bent gaan wonen. Zeg maar. Dus is het dan toch zo dat je meer spanningsvolle situaties meemaakt als jij op het zendingsveld zit dan wanneer je gewoon als Nederlander in Nederland blijft wonen? Meer bewuster, denk ik, dat je ervan bent. Omdat wat ik zei, je voel je in je buiten je comfortzone. Nou, in Nigeria was dat natuurlijk heel logisch. Maya en ik, samen met Ali Buiten, waren de enige drie blanken die daar woonden. Dus als we op de markt liepen, dan was je ook letterlijk anders. Ja. Ecuador lijkt iets meer op waar wij in onze setting. Maar als je wat langer daar bent, kom je er ook achter dat dingen anders gaan. Dus in die zin zijn zaken echt anders. Maar ga je nou doorprikken en ga je wat doorontwikkelen, dan ga je in één keer zien van het lijkt allemaal heel erg anders als in Nederland. Maar hoeveel zekerheden hebben wij hier nou, denken we te hebben, die dat uiteindelijk ook helemaal niet zijn? Nee. Ik denk, als ik daar even op in mag haken, dat je dat in Nederland natuurlijk ook hebt. Ik bedoel, daar heb je ook momenten van spanning. Ja. Ik bedoel, jongeren die voor het eerst naar de middelbare school gaan of voor het eerst naar een baan. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk eigenlijk ook momenten van spanning. En hoe ga je daar op zo'n moment dan mee om? Hoe laat je daarin ook leiden? Ja. Maar is het dan zo dat, ik bedoel, jullie zijn zendingswerkers of gerepatrieerde zendingswerkers. En wij zitten nu over dit thema met elkaar te praten. Kun je dan als zendingswerker ook beter antwoord geven op die vraag van hoe ga je nou met een crisissituatie om? Omdat je hem veel bewuster bijvoorbeeld meemaakt. Hoe moet ik dat dan zien? Wat ik in al die tijd heb geleerd, is dat je, als je dingen los durft te laten en niet los durft te laten in de manier van we zien wel wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En maar je zou het kunnen vertalen met het woord afhankelijkheid. Ja. Als je weet dat je uitgezonden bent naar een bepaald land. Als je weet dat je hier in Nederland geroepen bent voor een bepaalde taak. Mm-hmm. Dan weet je wie je daarvoor roept. En het woord wat zo belangrijk dan is afhankelijkheid. Ja. De Heere vraagt van ons dingen te doen. Ja. En hij zal je ook bekwaam maken. En soms ook niet. Soms vallen dingen gewoon uit je handen. Ja. Maar dat geeft niet. Hij is het hoofd van de kerk en wij volgen hem. Ja, dat leven in afhankelijkheid, dat is mooi dat jij dat hier nu noemt. Want mijn ervaring is ook dat zendingswerkers dat vaak juist heel concreet kunnen maken. Bijvoorbeeld in artikelen in Paulus of op hun voorlichtingsavonden. Ja. Maar, dan moet ik misschien toch nog even een beetje doorvragen. Heb je misschien die afhankelijkheid gewoon letterlijk ook meer nodig op het zendingsveld? Omdat er bijvoorbeeld veel minder welvaart is. Hoe zie jij dat, Henk? Ik denk dat je dat in Nederland ook, op het zendingsveld, daar leef je ook natuurlijk in Frankrijk. Ik had het net al eventjes over die taalstudie natuurlijk. Je komt in een hele andere cultuur, je worstelt met een taal. En daar kunnen dingen fout gaan met de taal. En toch denk ik, ook hoe leven we hier in afhankelijkheid? Want je bent nu weer terug, maar dan denk ik, hoe vaak gaat het hier ook niet fout met de taal? We spreken allemaal dezelfde taal. Ja. Maar je moet maar eens een mail naar iemand sturen of in een gesprek met iemand gaan. En de andere leest het anders dan dat jij dat had gelezen. Ja, en, en dat valt me nu ook weer op. Je spreekt hier wel dezelfde taal. En toch kan er ook daarin heel veel weer fout gaan en misgaan. En miscommunicatie. Ja, je noemt een ontzettend goed punt. Ja, en dan zeg ik van die afhankelijkheid heb je ook hier nodig. Ook al leef je in dezelfde cultuur, met dezelfde taal. Dus daarin zie je dat niet alleen op een zendingsveld is. Mag ik een voorbeeld geven van afhankelijkheid, waar ik heel veel van geleerd heb? Wij hadden in Nigeria een jonge vrouw met een gezinnetje die voor ons werkte. En haar jongste kind was ziek van malaria. En dat is in Afrika een heel groot probleem. Hè. De eerste 5 jaar kan dat een heel groot probleem zijn. Hij had dan medicijnen. En dan Tjingeren heette ze. Nam ze Timothy op schoot. En dan zei ze, Timothy, ik ga je medicijnen geven. Maar eerst gaan we bidden. Want als we niet bidden, dan kan de Heer dat ook niet zegenen. En als je praat over afhankelijkheid, hoe zijn wij niet bezig met onze medicijnen, onze coronavaccins?
iedereen moet dan voor zich weten wat hij ermee doet. Maar hebben we daar de Heer bij nodig of niet? Ja. Bidden, dat is afhankelijk. Onze leiding, bidden ook in gesprekken die je die dag gaat voeren, in het werk wat je die dag gaat doen. En ik vond dat heel mooi wat er vanmorgen ook in het hoofdprogramma werd gezegd vanuit Psalm 32. Ja. Ja, van ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ja. Dat is niet alleen op het zendingsveld, maar dat is ook hier iedere dag in afhankelijkheid van de Heer je weg gaan, biddend voor die dag. Ja. Ja. Voor dat gesprek. Ah ja, we kunnen dat op dit moment natuurlijk wel buitengewoon concreet maken. Want wij zitten natuurlijk eigenlijk allemaal in Albanië en in Ecuador en in Nederland en eigenlijk in de hele wereld in hetzelfde schuitje momenteel. Namelijk het woord coronacrisis. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord in de afgelopen tijd? Dat is echt bijna onophoudelijk langsgekomen over de hele wereld. Ja. Dus laten we daar ook nog eens even over hebben. Dick, hoe heb jij die periode beleefd, zeg maar, van de coronacrisis die we tot nu toe achter ons hebben? Pittig. Ja, als ik het even beperk tot Ecuador. Daar hadden we eigenlijk in 48 uur gingen we van een open samenleving naar een complete gesloten samenleving. Dus uiteindelijk betekende dat op vrijdagmiddag om 12 uur moesten we besluiten dat de vier kerken dichtgingen. Ja. Twee van onze collega's zaten in Nederland. We konden ook echt niet reizen. We konden ook niet naar die gemeentes toe. Dus dan moet je heel snel dingen gaan regelen. Ja, dat noem ik dan wel een crisis. Ja. En gelukkig, nou, jullie hebben iets kunnen meemaken vanmorgen hoe goed de techniek in Ecuador kan zijn. Ja. Dus we hebben heel snel besloten, we gaan via WhatsApp gaan we preken maken en die gaan we distribueren. Maar ja, dat zijn natuurlijk echt wel hele lastige dingen. Lastig. En zo hebben we weken gehad dat we elkaar gewoon als gemeente niet konden zien. Helemaal toegesloten. Niks helemaal toegesloten. Ja. 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 Hoe was dat in Albanië, Henk? Ja, wij hadden net die aardbeving achter de rug. Dat was in november 2019, hadden we de aardbeving. Toen in januari hadden we een nieuw kerkgebouwtje gevonden en net klaar. Want ons kerkgebouw was niet meer bruikbaar. Dus vanaf eind januari net met een nieuwe gebouw met de gemeente. En ja, begin maart ging alles volledig op slot bij ons, ook voor 3 maanden. Ja. Dus we mochten niet naar buiten, we konden niet bij elkaar komen. Ja, en dan heb je wel die vragen van, hoe moet het nu? Ja. Zo'n jonge gemeente, de mogelijkheden zijn er bij heel veel mensen niet. Hebben geen internet thuis, hebben geen smartphone waar ze iets op kunnen doen. Of een computer thuis of een laptop. Dus dat waren voor mij echt vragen van, hoe moet het met die jonge gemeente? Ja. Ja. Net een nieuw kerkgebouw en nu weer op slot. En hoe lang gaat het duren? Want dat was ook de onzekerheid. Hoe lang gaat het duren? Ja. Ja. Dat heeft ook die 3 maanden geduurd. En dan denk je, hoe moet dit? Ja. Ja, kan de mensen niet bereiken. Precies. En ik denk eerlijk gezegd dat wat jullie nu schetsen, dat helemaal herkenbaar is in Nederland. Oké, de techniek was bij ons misschien nou wel ook net als in Ecuador goed op orde. En we konden onze mensen in de gemeente natuurlijk wel vinden. Maar ja, het was natuurlijk toch ook wel heel spannend nu nog steeds. Van hoe gaan onze kerken eruit komen, hè, als je er zo over kan spreken. Mag ik eens vragen hoe dat in Albanië en in Ecuador is afgelopen toen bijvoorbeeld de kerkdeuren weer open gingen? Wat gebeurde er toen bijvoorbeeld in Albanië? Ik zal zo iets schetsen daarvoor bij mij, want ik was heel sterk bezig om te kijken wat kan ik allemaal doen en hoe kan ik die mensen bereiken en welke mogelijkheden heb ik en doen. En ja, we hadden natuurlijk daarvoor de aardbeving gehad en toen na die aardbeving, de eerste zondag daarna, toen had ik ook een preek uit Psalm 46 van God is onze toevlucht. Ja. En ik had eigenlijk in die periode dat we in de lockdown zaten en ik maar aan het worstelen was van hoe bereik ik nu die mensen met dat woord, kwam bij mij ook weer heel duidelijk uit Psalm 46. Maar dat laatste gedeelte, laat af en weet dat ik God ben. Ja. Mooi. En dat hebben we heel duidelijk ervaren toen we de deuren open deden. Toen zat het kerkje vol met mensen die wij ook niet bereikt hadden. Zo. En die er nu ook nog zitten. Ja, zo. Ja, die hebben het ook volgehouden. Ja. Dus. Ja. 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 En dan daar zie je dus in dat de Heere regeert en hij gaat door. Ja. Ja. En Dick, in Ecuador ging je na verloop van tijd de kerkdeuren ook weer open. Dat duurde daar nog langer dan in Albanië. Hoe is het toen gegaan in de zendingsgemeente? Ja, wij waren natuurlijk ook heel bezorgd wat er zou gaan gebeuren. En we merkten ook wel dat mensen het wel lekker vonden om op de bank op zondagochtend, je hoop op zondagmiddag, zo eens een preekje mee te maken. Mm. En toen de deuren open gingen in het begin, waren er echt niet zo heel veel mensen in het begin. Maar langzamerhand zie je dat dan toch weer komen. En na een maand of 4, 5 denk ik dat we weer gewoon op de normale bezetting zaten. Mm. Van
de normale leden die we hebben. Ja. En ik sprak in de voorbereiding van deze zendingsdag, sprak ik vorige week nog met mensen in Ecuador. En we hadden pas een Noche de Canticos. We hebben iedere donderdagavond hebben we een bijbelstudie. En ja. één keer in dezelfde tijd wordt die gebruikt om liederen aan te leren. Ja, ja. En er zaten 58 mensen in. En dat is eigenlijk wat ze nog nooit meegemaakt 58, hebben. 58, in Guayaquil dus. In Guayaquil, in El Amparo. Ja. Psalm 46, El Amparo, ja. God is mijn toevlucht. Ja. El Amparo. Ja. Weet je, en dat zou ik ook aan de mensen in Nederland mee willen nemen. Ik hoor heel veel verhalen hier van hoe gaat het allemaal en wat gaat er allemaal gebeuren. Ja, ik denk God is een toevlucht. Ja. Ja. Hij, laten wij nou in afhankelijkheid doen wat we moeten doen. Ja. En dan ben ik ervan overtuigd dat hier in Nederland de mensen weer terug gaan komen. Mm. Want we horen bij elkaar. Ik denk dat die vragen nu ook spelen, ook in de kerken natuurlijk, bij kerkraden, bij predikanten. Zeker. Van ja. Hoe zal het dadelijk gaan na de coronatijd? Heel veel mensen, komen de mensen weer terug? En dan, ja, dan denk ik inderdaad, laat af en weet dat ik God ben, de Heere regeert. En dat is ook wat de mensen nu naar me zeggen als je weer terug bent. Dan zeggen ze, Henk, je mag het weer in Gods handen leggen. En dan zeg ik iedere keer van, nee, we mogen het in Gods handen laten, want het heeft nooit in mijn handen gelegen. Mm. Het ligt in zijn handen. En het blijft in zijn handen. Het is zijn kerk. En hij bouwt zijn kerk en hij gaat door. Ook in die coronatijd. Ja. Als wij misschien de mensen niet kunnen bereiken. De Heere gaat door. Ja. En hij bouwt zijn kerk. Ja. Volgens mij noemde jij toen wij het hierover hadden. Bij dit gesprek. In de voorbereiding hiervan. Volgens mij noemde jij toen een voorbeeld van wat je had gehoord ooit een keer over Jericho. Over Jozua. Ja, dat was in mijn voorbereidingsperiode. Ja. Toen waren we bij een zendings. Driedaagse bij elkaar. En toen weet ik nog goed dat Bette Wit, die was daar toen ook. Mm-hmm. En ja, die was met verlof en wij zaten in de voorbereiding. En toen heeft hij tegen mij ook gezegd, hij zegt, Henk, hij zegt, zal je goed je best doen, studeren moet je. Nou, hij zegt, stop je hele rugzak maar vol met theologie, met cultuur, met veiligheid. Hij zegt, zorg maar dat je goed bewapend naar dat zendingsveld toe gaat. Dus ik had een beetje zo van, welke kant gaat dit gesprek heel op? Spannend. En toen zei hij tegen mij, hij zegt, maar weet je wat ik nu hoop? Dat je net als Jozua bij Jericho mag zijn. Hij zegt, die was misschien tot de tanden toe bewapend. Hij zegt, wat moest hij doen? Hij zegt, in het geloof achter de Heere aangaan, rondjes lopen. En dat heeft mij heel erg geholpen aan het begin. Ja. In de periode dat wij in de wijk kwamen waar nog niets was. En je ga je inderdaad rondjes lopen. Ja, denk letterlijk ook bijna. Rondjes lopen. Ja. En er zullen misschien ook mensen gestaan hebben die gelachen hebben. Daar gaat hij weer. Ja. Maar in het geloof achter de Heere aan. En dan denk ik, ja, dat mogen we in crisissituaties ook doen. Hm. Of dat nu op het zendingsveld is, in Ecuador, Albanië of waar dan ook ter wereld. In het geloof achter hem aan. Hm. En dan zal het ook zijn, mijn oog zal op u zijn. Ja. Zoals we dat vanmorgen ook gehoord hebben. Ja, en dan dat is mooi. Dat is mag je in crisissituaties niet het hoofd naar beneden, maar omhoog. Ja, precies. Ja. 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 Nou, ik denk dat wij ons gesprek ook onderaan moeten gaan afronden. Als ik even op mijn horloge kijk, dan zie ik dat de tijd ook bijna alweer voorbij is. Maar kort, 20 minuten. Maar als ik het kort samenvat, dan denk ik dat er volgens mij twee inzichten echt naar voren komen in dit gesprek. De eerste is dat crisis en spanning op een zendingsveld intens kan lijken. Maar dat we ons niet moeten vergissen dat het in Nederland net zo goed dezelfde crisis en spanning is. En dat het dan elke keer de vraag is of het je in afhankelijkheid aan Gods voeten brengt. Dat is volgens mij de eerste les. En de tweede les, zo rond die coronacrisis, daar komt toch wel duidelijk uit naar voren dat de wereld eigenlijk stil komt te staan. Helemaal tot stilstand. Maar dat dan juist God laat zien dat hij gewoon doorwerkt. En exact, dus overal boven staat. Ja. En als mensen wegvallen, dan kan hij misschien wel te meer aan de slag om te doen wat hij wil doen. Ja. 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 Mooi. Hey, heel fijn dat jullie hierover in gesprek wilden gaan. Graag voor deze uitbreiding in het middagprogramma. Wij gaan nu ruimte maken voor het volgende gesprek, dat om 14:15 zal plaatsvinden. Jan-Kees Kooijman, onze missioloog en toeruster bij ZGG, die zal in gesprek gaan met dominee H.J. Achteresch en dominee W. Haring over het thema de zegen van zendingswerk. Dus ik zou zeggen, hou nog even de livestream een poosje aan en volg ook dat gesprek. Bedankt. De zegen van zendingswerk. Over dat thema wil ik graag in gesprek gaan op deze zendingsdag met twee van onze deputaten uit het deputaatschap Zending Geïnformeerde Gemeente.
8 predikanten, 5 ouderlingen die leiding mogen geven aan het zendingswerk wat op de velden mag gebeuren. En die rapporteren aan de generale synode. Ik ben hier met dominee W. Haring, al heel veel jaar lid van het deputaatschap Zending Gereformeerde Gemeente. En predikant in de gemeente van Utrecht. En ook dominee Achteres, ook al een aantal jaar lid van het deputaatschap. En predikant in de gemeente van Werkendam. Allebei hartelijk welkom. Zendingswerk. Sinds 1962 zenden we mensen uit, nu al 59 jaar. Vrijwilligers en het thuisfront heeft op allerlei manieren eraan bijgedragen. Heel veel acties zijn er in gang gezet. Middelen bij elkaar verzameld. Ik denk wel miljoenen euro's opgehaald. En dan rijst de vraag, is dit het zendingswerk allemaal waard? Dominee Haring, zou u daar iets over willen zeggen? Zendingswerk heeft alles te maken met de opdracht die de Heer Jezus gegeven heeft aan zijn discipelen. Je kunt denken aan die bekende tekstwoorden uit Matteüs 28, vers 19. Zendingsbevel, maar ook andere teksten, Lucas 24, vers 17. Dus de opdracht wortelt in de schrift, in het bevel van Christus. Maar ook in het Oude Testament kom je zending al tegen. Zegen voor de volken, dat klinkt al door. Als de Heere Abraham opzoekt, Genesis 12 vers 3, en het verbond met Abraham en zijn zaad opricht. Dus als we als gereformeerde gemeente zendingswerk verrichten, dan is dat in gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus. We gaan in de weg die hij de kerk gewezen heeft. En in die weg is ook zegen te verwachten. Ja, want die weg, zegt u, is dan de zegen op het zendingswerk. Kijk, in Gods wegen gaan, dat is zegenrijk. Gehoorzaam je houden aan de opdracht die Christus aan zijn kerk gegeven heeft. En daar zijn veel voorbeelden van in de Bijbel. Je ziet de apostelen gehoorzaam gaan in de weg van de opdracht. En daarin kwam de Heere mee. In 's Heeren wegen is 's Heeren zegen. En zo begeren we ook het zendingswerk te verrichten. Dicht blijven bij die opdracht van de koning van de kerk. En daarom is het een zegenrijk werk. Dominee Achteres, ziet u ook op bepaalde manieren zegeningen die bij het zendingswerk komen kijken? Ik heb bij het woord zegen mij ook afgevraagd, wat is eigenlijk zegen? Wij gebruiken het ook best vaak. In het gebed vragen wij om zegen, in de prediking gebruik je het woord zegen. En het tegenovergestelde van zegen is als de Heere de vloek wegneemt. En je zou kunnen zeggen dat als de Heere de zegen schenkt, dat hij het goede schenkt in zijn lieve gunst om Christus wil. En dan zie je ook dat de Heere een mens kan zegenen in wegen van tegenspoed. Maar als het bijzonder gaat over het zendingswerk, dan gaat het om de grootmaking van Gods naam, de uitbreiding van zijn koninkrijk. En dan kijk je ook naar de vrucht. En dan zie je dat in de loop van de bijna 60 jaar er zeker vruchten zijn gekomen in het zendingswerk, onder het zaaien van het woord van God. Dat zag je als eerste bij de stamhoofden in Papua. Later zag je het ook bij de mensen in Igede, Izi-gebied, Guinea, Albanië, Ecuador, de gesloten gebieden. Dus ja, wat is de grootste zegening onder het zendingswerk? Als je mag zien dat de Heere de werken van zijn genade verheerlijkt in harten van zondaren. En wat is dan voor u de meerwaarde, als ik het zo mag zeggen, voor het te mogen zien van het werk van de Heere in andere culturen en onder andere volken? Enerzijds mag je zeggen dat je heel veel dingen tegenkomt die herkenning oproepen. Dat doet me bijvoorbeeld denken aan een bezoek zo'n anderhalf jaar geleden in het Izi-gebied. Een bepaalde dag, ik was wat teleurgesteld, wat verdrietig door dingen die ik zo om mij heen meemaakte. En toen heb ik 's ochtends in het gebed aan de Heere gevraagd, mag ik vandaag eens iemand ontmoeten waarin uw werk zo duidelijk naar voren komt, zomaar in zo'n ontmoeting, zo'n gesprek. En ik weet nog dat ik die morgen zomaar wat tijd over had en ik maakte een wandelingetje door het dorp en ik kwam bij de kliniek. En dan ontmoette ik dominee Mbam, zeg maar de
oudste in jaren onder de predikanten in het Izi-gebied. En ja, we stonden daar zomaar bij dat muurtje van een gebouwtje bij de kliniek. Ik kan het zo voor me halen. En toen ging hij wat uit zijn leven vertellen. Hij ging vertellen, ik verkeerde onder de macht van de duisternis. Ik was een diepgevallen Adamskind. En toen kwam de Heere met zijn woord in mijn leven. En de Heere heeft mij willen redden. Ik ging ook de doodstaat in Adam inleven. En ik mag ook weten dat mijn schuld vergeven is. Maar, zei hij zo eerlijk en oprecht, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Iedere dag moet ik zo die strijd van de heiligmaking doormaken. Ik heb elke dag het bloed van de Heer Jezus nodig. Nou, je kan wel voorstellen, als je dat zomaar eenvoudig in het gebed aan de Heer hebt gevraagd en je krijgt zo'n ontmoeting, ja, dan springt er iets op in je hart van vreugde. En dat geeft ook herkenning. Dan mag je dus mensen ontmoeten, in dit geval in Nigeria, zoals je ze ook graag in Nederland ontmoet. En als het dan gaat over uw vraag in de zendingsgebieden en in Nederland, dan zie je natuurlijk wel verschil. Nederland heeft oorspronkelijk een christelijke cultuur, hè, dus hoewel je er steeds minder van ziet in deze tijd van secularisatie, de wortels zijn nog steeds christelijk. En bij de zendingsgebieden heb je dat niet. Dat zijn heidenvolkeren. Men heeft te maken met voorouder geloof. Of bijvoorbeeld landen waar men de islam is toegedaan met ook een vermenging met dat animisme. En wat je daar nog wel eens ziet, als de Heere doorbreekt met zijn werk, dan trekt hij uit de macht van de duisternis. En dan zie je iets van dat radicale in de bekering. En dat merk je dan ook als iemand heel duidelijk ervaart, ik ben verlost uit die heerschappij van de zonde en van de Satan. Dan komt er toch wel een duidelijke blijdschap en duidelijke verheuging naar buiten. En dat zie je ook wel in Gods woord. Ik ben nu zelf bezig in de eigen gemeente met twee preken achter elkaar te houden. Onlangs heb ik de ene gehouden vanuit Handelingen 16 over de stokbewaarder. En dan zie je ook die vraag in de zielennood. Lieve Heere, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En dan komt dat antwoord, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En dan dat vervolg, dat hij ook gedoopt wordt. En dan lees je ook letterlijk in vers 34 dat hij zich verheugde en omdat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En dat element, wat je hier ziet bij de bekering van deze heidense stokbewaarder, dat kom je ook tegen bij de zending in de landen die wij ook hebben bezocht. En ik denk dat dominee Haring dat wel herkent. Ja. Ja, dan heeft het eigenlijk over een stukje herkenning, hè, dat het ook dan mag oproepen, ook misschien voor het eigen, hè, in het eigen leven, voor het eigen hart. En ik denk vaak dan aan het volgende, genade maakt onderscheid waar het niet is, dat zeggen we vaak en dat is waar, maar genade doet nog iets, het verbindt ook mensen onderling die van hart tot hart, die eerder helemaal geen verbinding met elkaar kenden. Meneer Haring, heeft u daar ook misschien nog iets meer van te zeggen, van ook vanuit uw ervaring, wellicht ook als zendingsdeputaat? Ja, dat is juist het mooie ook, van betrokken zijn bij het zendingswerk, als je iets mag zien en ontmoeten van vrucht op dat zendingswerk. En dan is mijn ervaring dat je juist die verbinding ook merkt rondom het woord. Dat woord, dat verbindt aan elkaar. Want er is zoveel verschil, taal, cultuur. Hè? Maar het woord gaat overstijgt die verschillen. En hè, dan, je vraagt ook naar voorbeelden. Gelukkig mag ik er meerdere kennen. Maar dan wil ik graag een voorbeeld noemen wat niet op het zendingsveld heeft plaatsgevonden, maar wat hier in Nederland heeft plaatsgevonden. Toen enkele predikanten uit Papua in verband met de afvaardiging naar de generale synode te gast waren in Nederland, logeerde er ook een predikant bij het echtpaar Jansen. Vele jaren hebben ze op Papua gediend. En was in de tijd dat ik in Moekapelle stond. En het was juist een voorbereidingszondag op het heilige avondmaal. En de broeder uit Papua maakte die dienst mee.
En Kees Jansen die vertaalde de dienst in het Indonesisch, maakte ook aantekeningen. Dus hij was in staat om de dienst ook goed mee te kunnen maken. De tekst was uit Hooglied 1, vers 4. Trek mij, wij zullen u nalopen. En na de dienst in de consistorie, de broeders waren gaan zitten. De broeder uit Papua bleef staan. En hij kwam naar me toe en hij pakte mijn hand met zijn beide handen vast. En hij drukte mijn hand en hij was merkbaar ontroerd. En hij zei, als de Heere dat niet gedaan had, als de Heere mij niet getrokken had, dan was ik nog steeds verloren in die donkere valleien van Papua. Nou, dat is zo'n moment, hè, even van hart tot hart. Dat raakt je. Ik kwam net van de preekstoel af. Heb je iets mogen vertellen over die trekkende liefde. En dan krijg je die weerklank vanuit het hart van een broeder uit Papua. Ja, dat is prachtig. Heel erg mooi. En dat is misschien wel een heel goed voorbeeld inderdaad van hoe je dan weliswaar in Nederland, in Moerkapelle, de zegen van zendingswerk ook hebt mogen ervaren op dat moment. De vraag is natuurlijk wel, weer met het thuisfront in ons achterhoofd, of eigenlijk voor ons. Is er ook iets als een zegen voor het thuisfront in Nederland? Wat hebben de mensen daar in Nederland aan? Is er zoiets als het ontvangen van een zegen door het thuisfront, naar aanleiding van het zendingswerk, wat ergens anders plaats mag vinden, dominee Achteres? Ja, dan spitst het zich meer toe op de vraag, hoe ontvang je zegen? En mensen die nooit op een zendingsveld geweest zijn, die denken misschien, maar ik heb daar niet zo'n goede indruk van. Hoe kan ik inderdaad diezelfde zegen ontvangen die zendingsdeputaten bijvoorbeeld wel mogen ontvangen bij hun bezoeken, ook in hun ervaringen. Maar dat doet me denken aan de betekenis van het woord ontvangen. Dat lijkt als het ware alleen maar een werkwoord waarin iets lijdelijk zit. Je steekt je hand uit en je ontvangt iets. Lijdelijk. Maar in dat werkwoord zit ook iets van een activiteit. Dat je open staat om iets te ontvangen. Dus denk aan een bedelaar die steekt zijn hand uit en die verwacht ook iets te ontvangen. En als je dan denkt aan het thuisfront wat actief meeleeft en ook bidt voor het zendingswerk. Hoe kan je een zegen ontvangen door bijvoorbeeld uit te zien elke keer naar de komst van de Paulus? Prachtig zendingsblad, komt 5 keer per jaar uit, met ongeveer 40 pagina's, waarin ja, heel veel van het zendingswerk beschreven staat. En niet alleen maar succesverhalen, maar je leest daar ook heel duidelijk in dat de Heere dwars door alle onmogelijkheden heen werkt. En zo mag je uitzien, alleen al door het eenvoudig thuisblijven, in het meeleven, in het lezen van de Paulus, om een zegen te ontvangen. Ja, in aansluiting daarop, ik denk ook aan gemeenten die zendende gemeente zijn geworden. Dus een gemeentelid is als zendingswerker uitgezonden vanuit de gemeente. Dat geeft een bijzondere verbinding met het zendingswerk. Een lid van je gemeente gaat uit naar een zendingsveld, maar probeert ook vanuit het zendingsveld de verbinding met de gemeente in stand te houden door middel van de rondzendbrieven, door middel van contacten die er zijn. Zo'n zendingswerker komt met een verlofperiode weer terug, gaat een gemeenteavond houden, ontmoet weer gemeenteleden. Dan zijn de lijnen heel kort even, dan komt zo'n zendingsveld in zo'n zendingswerker heel dichtbij. En dat is wel heel erg mooi, heel positief, tot zegen van de gemeente zou ik willen zeggen. Betrokkenheid wordt daardoor sterk vergroot. Die zendingswerker die deelt zijn ervaringen, hè, de dingen die hij mee mag maken in het zendingswerk met de gemeenteleden. En dat geeft een positieve wederkerigheid. Zo mag de gemeente ook die zegen ontvangen. Zeer zeker. En hè, je hoopt dat dat ook tot jaloersheid zal verwekken. Ja, eigenlijk als ik u beide dit hoor zeggen, dan
moet ik eigenlijk hier aan denken. Vaak is op het thuisfront de vraag, wat is de vrucht van het zendingswerk op de velden? Zegt u nu eigenlijk met zoveel woorden, misschien op het thuisfront zouden we ons druk moeten vragen, ook druk moeten maken over de vraag, wat datgene wat ons wordt overgedragen vanuit de zending, middels de Paulus, middels zendingswerkers en op allerlei andere manieren, op welke manier dat ook hier in Nederland als een zegen mag worden omarmd? Ja, niet iedereen kan naar het zendingsveld gaan. Dat is duidelijk. Niet elk gemeentelid kan daadwerkelijk uitgaan, maar kan toch betrokken zijn en een zegen op het zendingswerk ontvangen. Door middel van kennis te nemen wat de Paulus zegt, wat er in rondzendbrieven van zendingswerkers wordt geschreven, zendingsavonden of zendingsdagen te bezoeken. Maar ik denk dat er nog wel meer over te zeggen valt. Het gaat niet alleen over het volgen van de gebeurtenissen, contacten met zendingswerkers, maar open je Bijbel. Ja. Lees in de schrift hoe werkte de Heere. En vanuit het woord dan luisteren naar wat je te vertellen, wat je verteld wordt over het zendingswerk, de voortgang daarvan. En dat je dat terug mag vinden in de schrift. He, dat de Heere opende het hart van Lydia, zodat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als je dan op een zendingsavond of in een zendingsrondzendbrief iets mag lezen van het werk van de Heere in mensenharten, zeg je, ja, vanuit het woord ontvang je zegen en komt het zendingswerk heel dichtbij. En is denk ik helemaal niet nodig om naar het zendingsveld te gaan, want dan komt het op die manier heel dichtbij je. Uw antwoord maakt me eerlijk gezegd een beetje nieuwsgierig. Zou u zelf een voorbeeld kunnen geven van de manier waarop u zelf misschien dat op die manier hebt mogen ervaren, waardoor u misschien een dieper inzicht kreeg in wat Gods woord ons zegt vanwege uw ervaring en datgene wat u mee heeft gemaakt op het zendingsveld? Ja, dat is een mooie vraag. Van het zendingswerk kunnen we heel veel leren. Heb ik ook veel geleerd. Bijvoorbeeld, vanuit het zendingswerk heb ik geleerd dat het belangrijk is om te letten op de vruchten van de genade. Zoals de Heer Jezus daarover spreekt in Matteüs 7, vers 20. Aan de vruchten zult gij ze kennen. Want die vruchten, die zeggen soms heel veel meer dan woorden. Zeker in een zendingssituatie. Daar hebben mensen die vanuit een andere cultuur, vanuit heidendom, ongeloof, bijgeloof, oppervlakkigheid, die vanuit een heel andere beleving komen, die hebben die woorden niet, zoals wij die hebben. Die hebben ook vaak die bijbelkennis nog niet. Maar dan zie je dat hun leven spreekt van de vruchten van genade, van verandering, van een betrokkenheid op de Heer en zijn dienst. Dat de zonde tot smat wordt en dat er, en dat, dat grijp je dan aan, een radicaal breken ook vaak komt met dat oude leven. Een smart daarover, een afscheid daarvan nemen en dat er een verlangen is om de Heer te dienen. Dat vind ik altijd heel, heel mooi, maar dat geldt ook voor hier. De woorden zijn belangrijk, maar veel beter en veel belangrijker nog zijn de vruchten, het leven. Wat zegt ons leven? He, dat je het woord terug mag vinden in het leven van mensen. Dat je een zichtbare Bijbel wordt. Iets anders waar ik ook aan denken moet, en dat is toch een hele mooie, rijke Bijbelse gedachte, dat bij alle verschillen, taal, cultuur, de maaltijden zijn al verschillend, zoveel wat scheiding maakt, wat verschillend is. Ik noemde dat in het andere voorbeeld al even, hoe dat wegvalt en dat er dan eenheid is in Christus. Ik heb eens een preek van dominee Jogo beluisterd. Daar heb ik onderwijs aan gehad. En in de consistorie mochten we dat delen, dat er eenheid is in Christus. Hij sprak over de oneness in Christ. En dat is toch een rijke les van het zendingswerk. Dominee Achteres, heeft u wellicht ook een dergelijke ervaring of een voorbeeld? En de vraag is dat het,
dat ik iets meeneem voor het persoonlijke leven hier. Ja, wat u heeft teruggekregen en wat u heeft geleerd eigenlijk. Vanwege of na aanleiding van ervaringen of gebeurtenissen op het zendingsveld. Die u meeneemt in uw persoonlijk leven. Nou, iets wat voor mij van zeer grote betekenis is geweest. Maar dat wil ik hier heel kort noemen, maar verder laten liggen is. Dat de Heere mij geroepen heeft tot predikant in Guinea. Dat is een onvergetelijke gebeurtenis geweest met ook een verdere uitwerking. En dat is ook een van de redenen dat ik hier mag zitten als predikant. Maar dat wil ik verder laten rusten. Verder, wat voor mij ook een onvergetelijke ervaring is geweest, dan ga ik in gedachten terug naar november 2019. Ik behoorde bij de afgevaardigden om de generale synode van de zusterkerk in Nigeria te bezoeken. We hebben daar ook de bidstond bezocht. Daar sprak dominee Oede vanuit Zacharia 4 over de tekst: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De volgende ochtend begon de generale synode. Heb je natuurlijk ook de stemming voor het moderamen. Dat duurde 2 uur aan de hand van een schoolbord, krijtje en turven. En toen het hele moderamen was gekozen, toen werd het moderamen uitgenodigd om plaats te nemen achter de tafel. En de gekozen voorzitter, dominee Ebeke, die kwam niet, die bleef staan. Betrokken gezicht, bedremmeld. Men begreep er niets van. Nigerianen zijn vaak druk, luidruchtig. Het werd stil, je kon een speld horen vallen. En toen ging hij zeggen wat hij doormaakte van binnen. En dat was voor mij een heel bijzonder moment. Er kwam iets bevindelijks naar buiten. Toen ging hij vertellen dat hij wat gezondheidsproblemen had. 2 jaar geleden was hij ook tot voorzitter verkozen. En dat was een toch wel zware baan, want dan blijf je dat, hè? Dat heft zich niet op nadat de generale synode voorbij is. En in verband met die gezondheidsproblemen hoopte hij dat een jonger iemand tot voorzitter gekozen zou worden. En voor zichzelf had hij de vorige avond zo goed mogen luisteren naar die bidstond. En hij mocht geloven, er wordt een jonger predikant gekozen. De Heere heeft mij niet nodig en het is goed. Maar toen werd hij wel gekozen. En het ging van binnen helemaal overhoop. Hij begreep het niet en hij kon het niet. Toen ging hij naar buiten. En toen ging hij nog een keer naar buiten. En toen werd ons ook advies gevraagd vanuit Nederland. Toen heb ik gevraagd van misschien is het goed als een predikant een gebed doet. Dat heeft dominee Isioko gedaan. Ja, heel indringend als je die gebeurtenis op je in laat werken. En toen kwam dominee Ebeke vanuit de hal naar voren. Hij heeft meegebeden. En toen zei hij, ik had mijn plan. Maar de wegen van de Heere zijn hoger dan mijn wegen. En zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. En de Heere zegt, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En met de hulp van de Heere wil ik het proberen. Nou, daar zie je dus iets bij een predikant van gezag. Dat die man helemaal in nood komt, in zielennood. Het loopt allemaal vast, het wordt allemaal onmogelijk. Maar dat de Heere het zelf oplost. En dat zie je in Nederland ook gebeuren. Je ziet het in de eigen gemeente, je ziet het in je eigen leven. En dan ervaar je de Heere werkt daar, in Afrika, op deze manier. En de Heere werkt ook zo hier in Nederland. Altijd wordt het aan het mensenskan afgebroken. En de Heere die volvoert zijn raad dwars door alle onmogelijkheden heen. En dan komt de Heere aan zijn eer. En om nog één ding te noemen, en dan stop ik. Wat ik daar ervaren heb, is een enorme drang om het evangelie te verkondigen. Die evangelisten die reizen zelfs 1500 kilometer met bussen, 40 graden buiten, zonder airco, om vanuit het Izi-gebied in Cross River, 1500 kilometer verder, het evangelie te gaan verkondigen. Zo'n drang om het zaad ook te strooien. En ja, die liefde die hen ook drijft, is denk ik voor ons in Nederland heel beschamend en voor mij persoonlijk ook. Ja. Dank u wel allebei voor het delen van deze voorbeelden. Want dit zijn de voorbeelden en de gebeurtenissen die ontstaan vanwege de betrokkenheid ook vanuit onze gemeente op het zendingswerk, op het jarenlange werk wat heeft
plaatsgevonden. Wat is het dan mooi en rijk dat het op deze manier dat ook terug kan vloeien richting ons thuisfront. Wellicht ook vanaf de kansel, zo nu het dan terug kan vloeien de gemeente in. Opdat ook daar de zegen van het zendingswerk op die manier ontvangen mag. We zijn door onze tijd heen. Ik zou dan meneer Haring nog willen vragen, heeft u nog een laatste afsluitende opmerking voor ons? Ja, het kwam vanmorgen ook onze zendingsdag aan de orde. Ook in het gesprek met de zendingswerkers in opleiding. Maar het klonk ook terug in ons gesprek, broeder Achteres. Die verwondering wat het zal zijn. Als de Heere straks die grote dag terug zal komen. En die grote schare die zal daar zijn voor de troon. Hier al die verschillende mensen. Al die verschillende achtergronden. Maar dan dat wonder van geredde zondaren en de eer voor een drieëne God, hoe genade triomfeert. De vrucht van zendingswerk, zoals we dat ook teruglezen in Openbaring 7 vers 9. En daar zou ik dan mee af willen sluiten. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie. En geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken, waren in hun handen. Met deze woorden sluiten we dit gesprek af. Dank u wel, dominee Haring. Dank u wel, dominee Achteres.